Mijn aardbeienplanten heb ik kort gewiekt. Er waren een aantal planten heel weelderig. Het zijn ook niet allemaal de uitlopers van vorig jaar. Maar dit jaar zal ik daar wat meer zorg aan besteden. Dat ik uitlopers heb, sterke uitlopers, die dan de planten vormen van volgend jaar. Zo, en hier gaan we binnen een aantal maanden hopelijk heerlijke aardbeien van smullen. De knoflook die ik in september, oktober in de grond geplant heb, doet het goed. Het zijn al mooie, stevige planten. Ik hou ze goed in de gaten en hopelijk hebben we, ik denk, rond eind mei de eerste mooie knoflooken. Dag vrienden van de moestuin, ik ben in de grote moestuin aangekomen en je ziet dat ik al lustig bezig geweest ben met compost scheppen. Ik gebruik het bijna bij de aanplant of het zaaien van al mijn gewassen. En zoals je ziet heb ik wel nog een klein beetje voorraad. De vroege aardappelen die ik vorige week zaaide heb ik aangevuld met latere rassen. Dus ik heb hier nog een bed klaargemaakt. Daar staan de latere rassen in. In het eerste bed van 1,20 meter breed zie je mijn koolplantjes. Ik moet er nog een haas overspannen, maar de buizen staan al klaar. Ik heb er een heel aantal voorgezaaid uit zaad, waaronder deze koolrabies. En van een heel bevriende moestuin site die jullie waarschijnlijk allemaal kennen, heb ik ook deze vier plantjes gekregen. Maar de rest is allemaal uit zaad. Het is koolrabi, broccoli, bloemkool. En op het einde spitskool. Hier heb ik vorige week nog, of over 2 weken, mijn wortelgewassen gezaaid. Daar is nog niet zo heel veel van in huis gekomen. Maar de plantuien en de plantschalotten zijn, zoals je kunt door het gaas zien, wel al goed opgeschoten. Bed 3 van 1,20 meter is ook een kolenbed. En daar staan voorlopig 4 plantjes in compost. Dit zal ik nog aanplanten later op het jaar voor mijn najaarskolen. Boerenkool, savooikool en dergelijke meer. Deze week heb ik aan mijn erwten een constructie gemaakt waar ze eigenlijk tot 1,50 meter kunnen klimmen. De variëteit van erwten is Mechelse Krombek, marktveroveraar. En zoals je al op bepaalde plaatsen kunt zien, hebben de plantjes de draad al gevonden en binden zich er al aan vast. In bed 8 staat het vervolg van mijn uien, mijn plantuien. En de winterui, daar baar ik mij een klein beetje zorgen over. Dat zijn toch maar slappe planten, dus ik vrees dat ik de winterui toch iets dieper moet planten. Ik heb ze nu 1/3 onder de grond geplant en 2/3 erboven. En dat gaat hen echt niet goed af. En dan hier heb ik een rij tuinbonen en ik heb gedetecteerd dat slakken de tuinbonen super lekker vinden. En daarom heb ik er wat biologische slakkenkorrels tussen gegooid. En hopen dat de slakken er nu kunnen afblijven. Dit bed is het voorlaatste bed van mijn moestuin. En daar heb ik een aspergerug gemaakt. Maar gezien ik eenjaarse planten heb, en ik moet eigenlijk Valentin Pijpen bedanken voor de commentaar, heb ik de heuvel weg moeten doen. Die constructie maak je met tweejaarse planten. Dus met eenjaarse planten laat ik de grond effen. En laat ik de planten gewoon doorschieten, zodat ik stevige planten heb voor volgend jaar. Hier staat mijn smeerwortel. En zoals het artikel van een paar weken geleden omschrijft, is dat niet alleen de traiteurdienst van de moestuin. De bladeren, de harige bladeren, produceren enorm veel kalium voor je moestuin gewassen en daar kun je dan een hier van maken. Ik ga dat ook filmen. Ik zal een film maken hoe je smeerwortel hier maakt. En voor de rest ben ik heel blij dat, net als bij Wim Boers eigenlijk, heb ik een foto gezien, mijn lavas terugkomt. Dat is een zeer krachtig kruid. Dat smaakt naar selder eigenlijk. En ik heb ook nog 2 lavendelplanten en een aantal kippenplanten die daar eigenlijk rondlopen. En misschien kan ik het van hier filmen. Zie je dat mijn fruitboompjes mooi in bloei komen. De eerste 2 boompjes zijn perenbomen en daarna staan nog 2 appelbomen. Maar de perenbomen komen vroeger in bloei dit jaar. Ik denk dat dat normaal is, maar het is nog maar het 2e jaar dat ze er staan. Hopelijk hebben we lekkere peren.